De jaarlijkse dodenherdenking van de gemeente Labeek begon met een bijeenkomst in de Michaelkerk in Beekendonk. Pastor Verbraken zorgde voor een begroeting. Het parochiebestuur trad als gastheer op. De bijeenkomst werd muzikaal ondersteund door het jeugdorkest van Harmonie Oefening en Uitspanning en door het koor Sine Nonieme uit Aleriksel, die een aantal liederen zongen. Ook de vereniging Labeekse Veteranen en Amnesty International droegen bij aan deze bijeenkomst. Na afloop was er een stille tocht van de Michaelkerk naar het herdenkingsmonument voor het gemeentehuis, ondersteund door het Leonardus en de Sint-Antoniusgilde en de Harmonie Oefening en Uitspanning. Na toespraken van onder andere de burgemeester Ronnes volgden er 2 minuten stilte. Wij willen op 4 mei aandacht geven aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.